Ik ben eventjes bij de leenbakker. Ik heb goed nagedacht, want ik heb eerst de kussens gekocht zonder dat ik het kleed nog heb. Hoe dan? Beauty gescoord. Cute! Het moment van de waarheid, het kleed. Hoe spannend kan je het maken? Dit kan nooit kloppen. Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe verhuisvlog. Allereerst wil ik even meedelen dat ik dit geen verhuisvlogs meer ga noemen. Ik ben zo gewend om verhuisvlog te zeggen, maar het worden nu huisvlogs. Want inmiddels woon ik hier al 2 maanden. De tijd vliegt echt voorbij. Er veranderen wel nog heel veel dingen aan mijn huis. En volgens mij ben je nooit echt helemaal uitverhuisd. Hè? En er zijn zeker nog een aantal dingen nog niet af. Dus ik wil nog steeds huisvlogs maken. Dus dat wilde ik eventjes zeggen. Heel veel plezier met kijken. Als ik zeg maar hier tv kijk, dan kijk ik ook naar dit hoekje hier. En ja, what can I say? Ik vind het soort van mooi, maar ook weer niet. En ik vind het ook een beetje druk. Ik vind het lastig om te omschrijven, maar ik ben niet heel erg blij met dit hoekje. En ik zat er dus aan te denken om de stoel misschien weg te doen. En wil ik dus alleen een soort van meditatiehoekje ervan maken. Dat het in ieder geval wat rustiger is. By the way, dit is mijn massagetafel. Ik moet het nog opruimen, maar die staat heel eventjes daar. Die zit normaal in de berging. Ik had deze stoel bij de kringloop gekocht voor echt maar 5 euro. I love it. Alleen, ja, misschien kan ik het boven zetten of gewoon even tijdelijk wegdoen of bijvoorbeeld verkopen of aan iemand geven. Ik weet ook niet, zeg maar, of het misschien aan die veren ligt. En of ik niet gewoon eerder pampasgras wil, want dat is toch wat rustiger sowieso dan van die soort stekende dingen hier zo. Terwijl ik vind de kleuren wel heel erg mooi. Op mijn bureau heb ik dus deze super mooie vaas staan met dus pampasgras. En ik vroeg me dus af, als je dus wat langer pampasgras hebt, of het dan, zie je, dan wordt het al gelijk veel rustiger. Nou, dat was eigenlijk eerst mijn optie. Nu heb ik nog geen pampasgras gevonden die ik net zo mooi vind als deze. En deze had ik toen bij Leen Bakker. Dus wie weet ga ik daar nog heen. Ja, dus ik kan bijvoorbeeld even dit weghalen. Deze ook bij de kringloop. Super mooi. Nu zou ik deze bij mijn dressoir misschien kunnen zetten. Dat is misschien ook wel heel erg leuk. Ik heb trouwens nog steeds de spiegel niet opgehangen. Ik ben nog even aan bedenken hoe ik dat ga doen. Maar dankjewel voor de tips van de vorige verhuisvlog. Maar kijk, ik dacht dus om het hier in de hoek te zetten. Wacht. Wat vinden we hiervan? Het is best wel cute staan. Oh ja, dit heb ik nog helemaal niet laten zien. Ik heb mijn boeken verminderd. Foto van mijn oma. Deze, die gaat dus de lucht in. En dan heb ik deze super mooie kaarshouders teruggevonden in een doos. En deze had ik bij een vintage sale gekocht. Cool, zo heel erg clean en nice. Er moeten er dus nog kaarsen in. Ik vind het best wel leuk zo. Ik denk dat ik het voorlopig even hier ga laten. En hier is het nu echt al veel rustiger. Ik ga denk ik tot de stoel eventjes wegdoen. En kijken of ik een leuk meditatiehoekje ervan kan maken. Hoe ik dat helemaal aan het begin wilde. De diffuser die hier staat, die kan ik misschien ook hier doen. Ik weet ook echt niet wat ik doe hoor. Ik weet ook echt niet wat ik wil. Maar ik ben er gewoon blij mee. Dus hij gaat heel even weg. Het zo, ruimte. Oké. Ik heb 2 diffusers. Sowieso staat het linkje van deze diffuser onderin mijn beschrijving. En eerst had ik dus deze. Misschien matcht deze iets beter. Ik vind het dus toch wel heel erg fijn om echt een meditatiehoekje te hebben. Dat ik echt zin heb om te mediteren. Dus daarom vind ik dit op zich wel nice. Toch een beetje gek of zo. Misschien matcht deze toch iets beter. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als ik zo van een afstand kijk, vind ik dit toch wel echt zoveel meer zen dan die stoel daar. Ik ga trouwens zo meteen met mama naar een kringloop in Gouda waarschijnlijk. En in die kringloop ga ik ook een andere video opnemen. Die staat denk ik nu al online. Het is een herfst essentials video. Ik ga kijken wat ik daar vind. Dus ik neem jullie sowieso eventjes mee. Oké, let's go. Mama en ik zijn in Noppes.
ik was aan het kijken bij de kussens. En ik dacht nog van, oh, ik heb eigenlijk nog een kussen nodig voor mijn bureaustoel. Dat is dus deze. Hij is niet heel recht, zie ik nu te kijken. Maar hij past eigenlijk wel perfect erin. Beetje neutrale toon. 3,50. Even kijken of er geen vlekken op zitten. Even bij de leenbakker. Want ik ben nog op zoek naar een kapstok. Want het is echt heel vervelend nu met jassen. Doe ik het steeds in de berging. Dus dat is een beetje vervelend. En ik wil ook nog even kijken of ze nog leuke dingetjes hebben. Even bij de leenbakker. Hey. Mam en ik komen gelijk binnen. En we zien de kapstok. En I really like it. Ik weet niet hoeveel die kost. But it's nice. Ik kijk net in de hoek en ik zie deze kapstok. En ik vind deze al eigenlijk veel mooier. Dat hij zo'n 3 ding is. Hij is €64. Ja, I love it. Ik denk dat deze het wordt. Ja, deze is ook wel nice, hè? Bakkie. Ja. Oh my god. Ik vroeg dus net of ik die dunnere mocht. En hij was in de aanbieding van 60 naar 40. Echt heel nice. Dus ik heb dus de dunnere genomen. Ze hebben 20% korting op alle sier- en woonkussens. Ik vind deze wel heel erg leuk voor op mijn bank. Is het niet dezelfde kleur als mijn bank? Ik vind het ook wel leuk als ze deze in beige hadden. Dit is wel weer geel. Mama vindt net dit kussen. Dit is veel zachter. En ik wil echt voor die rust gaan. Dus ik ga liever denken voor deze. Ik vind deze echt heel leuk. Zou dat niet passen ook? Ja, het is leuk hoor. Ik vind het wel iets hebben. Maar ja, hè? We weten alleen niet meer hoeveel ze waren. En wel 20% korting. Ja, ik hou ervan. En ik wil een beetje meer die beach look. Dus ja, nou. Neem altijd je stofzuigers mee, mensen. Tip. Deze zijn trouwens ook wel heel erg cute. Hier had ik van die pampasgas gehaald. Kijk hoe cute deze is. Echt heel leuk. Wel even €6. Maar heb je ook wel, hè? Oh, deze is nice. €40. We hebben het pampasgas gevonden. Deze is heel cozy. Wat cute. Inmiddels is het alweer een paar dagen later. Zoals jullie hebben gezien heb ik wat dingetjes gehaald bij de kringloop. En heb ik ook wat dingetjes gehaald bij de leenbakker. En eigenlijk mijn eerste gevoel was, ik ga lekker de kussens even wassen. Omdat iedereen zit er natuurlijk aan. Dus ik vond het ook wel chill om even de kussens eerst te wassen. Voordat ik ze zeg maar op mijn bank ging doen. Ik vind het ook echt mooi dat ze deze kleur aan de achterkant hebben. En dan natuurlijk deze. Op alle kussens waren 20% korting. Dus dat was wel heel erg chill. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Hoe cute. Eigenlijk als ik nu naar mijn huisje kijk, is het echt een soort van mix. Van een beetje boho beach stijl. Met vintage. Echt, het is een mix aan het worden. Maar dit is wel een beetje zo'n beach vibe. Het staat trouwens ook echt super leuk met die spiegel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het op deze bank staat. En hoe het ook uiteindelijk met het kleed staat. Want ik heb dus niet zo goed nagedacht. Want ik heb eerst de kussens gekocht. Zonder dat ik het kleed nog heb. Hoe gedaan, hoe gedaan. Maar ik vind dit wel heel erg nice staan samen. Dus ik hoop dat het leuk staat. En ik heb natuurlijk ook deze beauty gescoord bij de kringloop voor €12,50. En ik zit er dus aan te denken om hem op het dressoir te doen. Want kijk, het zou echt perfect passen. Het enige probleem wat we hier hebben is dat ik hier geen stopcontact heb. En ook niet daar. En het enige stopcontact wat ik heb is hier bij de keuken. Nou, dat gaat natuurlijk dan sowieso niet. Ik heb ook dit gekocht. Dit super mooie krukje. En deze wil ik dus boven gebruiken voor de plant die bij mijn spiegel staat. Maar nu dacht ik van, is het niet leuk om de platenspeler in mijn woonkamer ergens te doen? Op dit krukje, of op dit tafeltje. Want kijk, het is eigenlijk wel een beetje dezelfde soort kleuren. En ik dacht van, misschien is dat wel heel erg leuk. Dus ik wil het toch een beetje uit gaan testen met de grote Strelitzia plant of bij mijn bureau. En are you ready for this? Kleed is ook binnengekomen. Dus het is allemaal heel
Let's see of dit iets is. Het is jammer dat ik niet twee van deze heb kunnen vinden. Maar goed, weet je. We moeten er maar mee dealen, hè? Oh. Even kijken. Ik denk even zo. En dan deze doe ik voorlopig wel even hier. Dit mis ik echt. Kussens op de bank. Ik vind het ook heel erg leuk dat ze zo'n mooie achterkant hebben. Dus als je hier staat, dat je dan ook de kussens ziet. En het matcht trouwens met mijn meditatiekussen. Wat ik trouwens heel gek vond, is dat het best wel klein is. Terwijl ik heb best wel een groot kleed genomen. Volgens mij had ik 160 keer 200 of zo. Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Oké, dan het volgende. Dit super mooie krukje. En ik zal dus eerst denken aan hier. Het matcht niet heel erg met, hè, met de tv. Want je weet wat ze zeggen, hè? Wie niet probeert, die weet het niet. Oké, jongens. Oké, ben ik weer. Een pakketje. Ik dacht, ik open het ook gelijk, want ik zag dat het dus van vakantieveilingen was. En normaal zit ik dus nooit op vakantieveilingen. Ik weet niet meer wat ik nodig had, maar ik zat dus op vakantieveilingen. En toen zag ik dus een waterkoker. En mijn waterkoker is een stuk. En toen heb ik geboden. En toen heb ik een waterkoker gekocht voor 13 euro. Nou, jongens. Wat een aankoop. Hij is dus, als het goed is, roze goud. En ik had echt zo'n witte, zeg maar. Ik zag dus dat de snoer gewoon helemaal door, doorgebrand was. Oeh, 13 ekkies maar. Volgens mij was het de waarde van 60 of zo. Wauw, fancy. Oh, ik miste echt al mijn thee. Het duurde wel echt 4 dagen of zo. Oh, heel nice. Dit staat ook gewoon mooi, zeg maar, op je, bij je keuken. Wat een topper. Fantastisch. Voor 13 euro. Ik vind het echt mooi als je ziet dat het water zo... Aan de ene kant vind ik dit hoekje nu heel cute. Ook met, zeg maar, de hoed. Echt een beetje die vintage vibe. Nu vind ik het alleen minder met de tv. Ik voel dit dus iets meer. Cute wel. Cute. En ik heb natuurlijk hier nog een plantje staan. Dus ik dacht van, misschien is het mooi om hem hier te doen. Wat cute. I like it. Echt zo'n vintage hoekje. Oh, mooi. Nou, ik ben echt heel erg blij. En nu nog het kleed. En daar ben ik een heel klein beetje bang voor. Oh, kijk nou hoe leuk. Ja, helemaal op zijn plek daar. Het moment van de waarheid. Het kleed. Een schaartje, hè? Misschien wel handig. Ik had het dus van Benuta gekocht. 120 keer 170 heb ik genomen. Oei. Jeetje, hebben ze goed ingepakt. Ook niet mijn kleed, hè, kapot knip. Ik had een keer dat ik een nieuwe bikini had. En dat ik dus hier, zeg maar, een kaartje had. En toen heb ik het zo geknipt. En toen had ik mijn gat in mijn bikini gedaan. Nou, super. Dus ik ben niet echt de handigste, zoals jullie weten. Weet je, ik doe mijn best, hè. Hoe spannend kan je het maken? Ik weet trouwens ook niet of ik iets moet doen voordat ik het kleed gebruik. Oh. Oh, het is wel echt heel cool. Maar het is zo klein. Huh? Dit kan nooit kloppen. Ik het wel uitsteken. Sowieso niet onder de hoeker. Zo. Oh. Dat is echt niet handig alleen. Kutzooi. Het is wel echt een heel mooi kleed. Is de bank recht? Nee. Ik vind de vibe zo nice. Zo boho. En het matcht helemaal met mijn kussens. Ik vind het wel heel cozy. Oh ja, ik vind het helemaal mooi. Oh. Ik vind het echt heel mooi.
Ik denk alleen dat ik iets meer het kleed onder de hokker nog moet doen. Oh, wauw. Het past ook echt perfect bij de kussens. Ik moet even wennen aan de grootte, omdat ik dacht dat hij toch iets groter nog was. Dat hij een beetje nog tot daar zou komen. Maar ik vind het heel mooi. Ook gewoon deze vibe. Ik vind het leuk, hoor, mensen. Dit matcht erbij. Dit matcht. Alles matcht. En dan wil ik ook dit soort gordijnen. Dus een beetje van dat linnen of van dat doorschijnende licht beige. Zoiets. Dat gaat ook heel mooi staan, denk ik. Oh. Die kussens. Gewoon uit de losse pols heb gekocht. Maar het matcht echt super goed. Ik ben er heel erg blij mee. En ik zal het linkje sowieso van het kleed hieronder in de beschrijving zetten voor jullie. Dat je, wie weet, als je hem ook wil, dan weet je waar je hem moet vinden. Ja, ik vind wel echt dat nu de woonkamer is wel echt zo goed als af. Ik was best wel zenuwachtig voor het kleed. Het is toch best wel een itempje, zeg maar, in je huis. Het enige wat nu nog mist zijn de gordijnen. De stoel die nog geverfd moet worden. En de eetkamerstoelen. Die moeten ook nog gedaan worden. Die moet nog steeds verven. Ik heb dus nog steeds geen eetkamerstoelen. It's coming together. I'm so happy. Ik vind het trouwens echt dat hoekje ook. Vind ik ook heel zen en veel beter dan met die pluimen en die stoel. Jongens, ik heb het kleed iets meer nog onder de hokker gezet. Dat het iets meer, zeg maar, even is qua hier en daar. En dat vind ik wel eigenlijk nicer. Ik ben nog steeds echt zo blij mee. Het is nu intussen wat donkerder. Dus ik heb de lampjes aangedaan. En zo cozy. Ik ga nu ook kaarsjes in doen. Bij deze wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik upload elke donderdag en elke zondag. Voorlopig dus huisvlogs, weekvlogs en dus ook vintage video's. Dus dat is een beetje wat je kan verwachten op mijn kanaal. En ik heb ook een podcast, namelijk Your Inner Glow. Die zal ik ook hieronder alles even linken, ook mijn Instagram. Hè? Dat je helemaal up-to-date bent. Ik vond het weer een geslaagde huisvlog. En ik zie jullie zondag in de volgende video.